Hoi, ik ben Tom Lassing. Ik heb enkele dagen geleden een artikel geschreven over de paardenpoep in mijn kas. Want ik wil de kas deze winter gaan verwarmen met een hoeveelheid paardenstront. Ik moet even opletten dat de zon niet... Ja, dat heb je hem al. De zon in mijn lens schijnt. Hebben we eindelijk weer zon. Dus ik heb van de week een bak met paardenpoep in de kast gezet. Nou, ik heb net ook weer even wat paardenpoep gehaald. Maar ik ga het even laten zien, want de zaak is vreselijk uit de hand gelopen. Want ik kreeg namelijk een nieuwe tip van iemand. Ik ga hier even de kas in. Want in plaats van één zo'n bak, heb ik er nu 5. En ik heb er zeil overheen gedaan. En de reden daarvoor is dat er kwam iemand die zei van joh, maar... als jij van die paardenpoep hebt, waarom doe je er dan geen champignons in? Dus ik dacht, ja, maar als ik dat champignons doe, waarom doe ik er dan niet direct veel? Waarom ook niet? Well, het moet bij mij altijd overdreven. Dus waarom ook niet? Dus het is hier heerlijk warm. Dat klopt, maar nu schijnt de zon ook. Mogelijk heb ik over enkele weken heb ik ook nog eens een keertje een hele lading champignons. Wat ik heb gedaan is champignons van de catering, Heerlijk Catering, die had wat champignons over. En die heb ik erin gedaan. En ik heb al gehoord, ja, je kan ze ook helemaal versnijden, maar ik heb ze er gewoon ingelegd. Net even een beetje bedekt. En de bedoeling is dan dat die sporen uit de champignons, dat die in die paardenpoep komen. En dat die zich gaan vermeerderen en die schimmel dan uiteindelijk toch over een paar weken champignons gaat opleveren. Als het maar niet gaat vriezen hier. En nou ja, goed, dat gaan we uitproberen. Dus ik ben benieuwd. Als het lukt, dan hoor je het nog van. Lukt het niet, dan heb je kans dat je er nooit meer wat van hoort. Aan de andere kant zou mij een worst wezen. Als het niet lukt, jammer dan. Het was hier de bedoeling om het vorstvrij te houden. En er komt genoeg warmte vanaf om dat voor elkaar te krijgen, heb ik het idee. Zeker nu ik 5 van die bakken heb staan. En net weer een volle kruiwagen met stront opgehaald. Maar die gaat de compostbak in. Daar laat ik het bij. Tot ziens.